Een hele goede middag. Welkom bij weer een nieuwe wedstrijd in de Azerion Vrouwen Eredivisie. In het vrouwenvoetbalweekend. En wat voor wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. Dat is de nummer 3 tegen de nummer 8. En de wedstrijd gaat plaatsvinden in het Philipsstadion. Er zijn om en nabij 11.000 kaarten verkocht. En het oude record van aantal toeschouwers in het Philipsstadion bij een vrouwenwedstrijd is om en nabij 11.000. Kortom, het record kan vandaag verbroken worden. Ja, zeker. Dit is wel waar je het voor doet, denk ik. En ja, het is iets heel moois in je carrière, denk ik, als je voor zoveel mensen kan spelen. Nou, ik verwacht dat het zo volle bak gaat worden. In ieder geval de onderste ring, heb ik begrepen. En volgens mij hebben we een nieuw record neergezet qua aantal toeschouwers. Dus dat geeft gewoon een hartstikke goed gevoel en hopelijk een hele mooie wedstrijd. Ja, ik denk dat het gewoon een hele goede vibe was. We hadden gewoon een goede bespreking van tevoren nog gehad. We hadden er allemaal ook gewoon heel veel zin in. Kun je eens uitleggen hoeveel zin je in deze wedstrijd hebt? Echt heel veel. Ja, ik ga soms wel mee en dan ga ik altijd kijken, ja. Ja, dat ze dik gaan winnen. 5-0. 3-0. 2-0. 2-0, ja. 3-1. 2-0. Super veel zin. Ik hoop dat PSV natuurlijk gaat winnen. Ik vind ze allemaal even leuk. 10-0. Ja, zeker. Dit is wel waar je het voor doet, denk ik. En iets heel moois in je carrière, denk ik, als je voor zoveel mensen kan spelen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat de voorbereiding wel gewoon hetzelfde is geweest als alle andere wedstrijden. Daar hanteren we ook gewoon een vaste structuur in. Maar goed, je merkt wel in de spelersgroep dat er wat extra's leeft. Nou, vooral als de mensen hier genieten en plezier hebben aan deze wedstrijd en de manier waarop wij spelen. Natuurlijk als we winnen, dat zou heel prettig zijn. Maar vooral dat die mensen denken van hey, we willen vaker die vrouwen komen bekijken. En dat ze ook met grote getallen naar de head gaan komen. Nou, ik moet zeggen dat ik niet echt last had van de spanning. Het viel best mee. En, maar bij de warming up waren er ook nog niet zoveel mensen. En toen we opkwamen, toen dacht ik wel ook. Het was wel een beetje zenuwachtig van tevoren. Maar toen je opliep en zoveel mensen zag, dan ja, geeft je toch heel veel energie. Mijn focus, we pakken ze vandaag bij de strot en we laten ze niet meer zien. Wij hebben energie vandaag. Veel meer dan hun. Wij zijn sneller vandaag, sterker vandaag. Elk duel is van ons, ja. Heeft de hele league de klap de volgende er bovenop. Laat jezelf zien, laat PSV zien. Wij zijn een goed team en dat laten we vandaag weer zien, ja. We zijn goed bezig. Vertrouw op elkaar, geloof in jezelf, ja. 3, 2, 1. Wat is mijn vuur? Kom aan! Ja, en dan staat het 0-0 na 1 minuut en 10 seconden spelen. Maar is PSV de ploeg dat het vanaf de aftrap aan het aanvallen is. En we zojuist een schot zagen van Melanie Bros dat er nou een nood kon worden geblokt. Het zijn de nummers 3 en 8 van die eredivisie. Ja, Feyenoord doet het de laatste tijd ook heel goed. Dus we wisten wel van tevoren dat het geen makkie ging worden. Nee. Op een scherp, naar de grond gekopt, rebound, een redding. En dan vliegt hij er alsnog niet in. De laatste kans was er voor Veerle Buurman. Voor de Graaf, die haalt maar eens uit. En de vuisten van Alkemade. En weer een reactie van Simchak op de inzet van Nijstad. Gaat u deze namen opschrijven voor Veerle Buurman, centraal achterin. Die gaat binnen een paar jaar echt het Nederlands elftal wel halen, als u het mij vraagt. Ja, Veerle Buurman, schrijf maar op. Ze is nu dus 17 jaar. Het is echt de jongste van het stel, hè? Eigenlijk nog, zoals dat vroeger heette, een B-junior. We hebben wel gelijk gewoon ons spel gespeeld. Een paar momentjes even wat minder. Maar ik denk wel gewoon dat we ons eigen spel hebben kunnen spelen. Door Brandau, Lont met de voorzet en daar is de goal, want de vlag blijft omlaag. De goal van Kerkhoven en Feyenoord op voorsprong in het Philipsstadion.
Aan de andere kant Hulswit. Komt er een snel antwoord van PSV, de voorzet. En daar is de 1-1. Ja, PSV scoort vanaf de aftrap. 2 doelpunten eerlijk verdeeld in een bum van tijd. Ja, dat was volgens materiaalman Petje. Dat hadden we beloofd. Maar zoals verteld, vanaf de aftrap en een voorzet van de rechterkant kopt Ripa de 1-1 binnen. Het is afgelopen. Een teleurstellend gelijkspel voor PSV. Voor het recordaantal van 12.000 supporters. Ik kan er wel mee leven natuurlijk. Natuurlijk had ik wel liever willen winnen. Maar ik denk dat we hier alleen maar van leren. En dat we nu gewoon door moeten naar de volgende wedstrijd weer, volgende week. Ja, ik denk dat ik gewoon nog heel veel adrenaline heb van de sfeer en alles. Dus misschien komt het, de teleurstelling komt straks misschien. Maar ja, ik ben nog steeds heel blij met wat we vandaag hebben laten zien, hoe we gespeeld hebben. Ja, een hele nieuwe ervaring voor mij. Voor zoveel fans spelen. Ik moet zeggen, ik kreeg ook wel echt wel een energie van de fans. Hoe enthousiast ze applaudisseerden. Ja, vond ik heel mooi. Ik hoop dat we hier steeds vaker naartoe kunnen gaan. En dat we eerst de hertgang vol krijgen. En dat we steeds meer mooie wedstrijden kunnen spelen in het stadion. En ik denk dat PSV, de hele organisatie, heeft super erg zijn best gedaan. Nou, en dan heb je zo'n mooie middag.